the energy vibration laden for the Max and Moon Horizon. It is the week of Valentine, and it is the 7th week of the year 2018. Bedankt voor de terugkomst en de steun. Now, jullie week is the week van the Hermit, de energy van the Hermit, of mee te maken met the Dove, which is a meer seksual week voor jullie. It is the gebonden voor sommige mensen van seks, en het is gebonden voor sommige mensen in eten en dat soort of ding. Alles wat je denkt dat je kan niet zonder, dat is de energie van this sort of energy. Maandag, it is an emotional week for jullie, maar positive emotion. Op maandag heb je die energy vibration met de 6 van cups. Energy van de 6 van cups is zeer positief, omdat this energy met de 6 van cups is a connection with past life. Dus heel veel mensen gaat even connecten met je twin flame en je soulmate. Dan heb je energy van de Prince of Pentacles. Energy van de Prince of Pentacles, wonderful positive energy for you men. 25 and ouder is a zeer, zeer positive dag voor jullie op dinsdag. Woensdag is de energy van de ster. It is a good, good positive energy. Omdat this energy van de ster laat je even weten dat succes, je winst en droom gaat best wel uitkomen. Op donderdag heb je de 8 van cups. Prettige Valentijnsdag. Sommige van jullie draai je rug om iets en je gaat verder uit. Als we bekijken, we hebben de energie van de 2 van cups. Energy van 2 van cups is een zeer, zeer positieve energie. Dit is een situatie waar je gaat even connecten met iemand van je past leven. En dit relatie wordt een relatie voor een lifetime. Een positieve, positieve relatie. Op zaterdag gaat jullie even connecten met de koningin van de cups. And this energy is a good energy. The energy from the koningin from the cups is a positive, good energy. And op zondag, sommige van jullie, ga je rug draaien on a vrouw. And this vrouw is een ram, leeuw of een boodschappenvrouw. Je ga je rug hier omdraaien on de vrouw. Als we bekijken aan het begin van de week, daar is een situatie met jullie mensen tussen de leeftijd van 25 en 40, waar je gaat even connecten met je twin flame of je soulmate. En dit wordt iemand dat is een viskreef of een scorpion, een viskreef of een scorpion. Dit persoon ken je van lifetime en lifetime daarvoor. En het wordt een zeer krachtige liefde wat jullie gaat aan gaan werken. Jullie gaat samen met elkaar, maar de liefde wat is tussen jullie is best wel krachtig. Okay? Dan hebben wij in de middel van de week nogmaals met jullie voor jullie mensen 25 en ouder heb je mee te maken met de koningin van de zware. Koningin van de zware, deze energie kan je moeder zijn en je oma komt op met die koningin van de cups. Zo van jullie kunnen een relatie hier met deze vrouw heten. Maar je wil gewoon weglopen van de vrouw. Je wil gewoon je rug daar omdraaien. En verder met je leven voor whatever reden het is. En dit wordt zeer positief. De outcomes van deze week is de 10 van Pentacles. Dit is
the tien van de cups. This is zeer positief. This is liefde in de meest krachtige vorm. And this is good, okay? Als we kijken, there is a new start, a new beginning in de liefde. Voor heel veel van jullie mensen, 25 en ouder, er is nieuw liefde voor jullie die is aan het maken, oké? This is the energy van een soulmate or a twin flame relatie en dit wordt zeer positief. Voor sommige van jullie mannen, jullie gaat connect met de prinsessen, de koningin van de zwaarde, van een Aquarius, een Gemini of een Libra. Sommige van jullie gaan daar connect met de mensen. Jullie mannen, 40 en ouder, je gaat even echt voel als, weet je, je wil deze relatie. Sommige van jullie gaat even deze relatie tot een einde gaan brengen. En dat soort van ding. Maakt niet uit wat gebeurt. Het is een zeer positieve, krachtige week. Dus je hebt niks hier mee te maken met deze situatie. Het is best wel een positieve situatie, oké? De week is een goede week voor jullie mensen, 25 en ouder. Van wekens door dat wat je ziet hier gebeurt, is geluk in het leven met je familie of vrienden van een past life. Gaan we even verder en we zien de energie van remembrance. En wat dit zegt is dat, ga even terug en herinner de leeftijd waar je hebt deze de persoon, de mensen in je leven waar je kan echt herinneren in welke leeftijd was dat, in welke tijdslijn was dat, omdat iedereen heeft een relatie in tijdlijns. Alle relatie wat je hebt in je leven, het is relatie in tijdlijns. De boodschappen voor mij en jullie voor Valentijnsdag zegt het fearlessness van vrijheid ligt op de wereld. Het fearlessness van bangheid ligt op de wereld. En dit is best wel positief en het is een goed message. Dames en heren, ik wens jullie een zeer, zeer fijne, fijne week. En ik hoop voor jullie dat, whatever de situatie is, je komt en je gaat echt zien positieve situatie. Dus, dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve week. Namaste, tot volgende keer. We'll be right back.